Sinds 11 maart is er officieel sprake van een pandemie en kent Nederland een intelligente lockdown. Het COVID-19-virus heeft iedereen in onze samenleving getroffen. Maar welke effecten heeft het nou daadwerkelijk gehad in onze regio en wat hebben we daarvan geleerd? Maandag in de coronabeschouwing kijken we naar de kern van de crisis. Zo gaan we langs bij de GGD die sinds het begin betrokken waren bij de situatie. Het virus is nog niet weg. Wat we proberen met elkaar is om het klein te houden. En dan kunnen we ook in het najaar nog naar het terras. Maar het ergste is het natuurlijk wanneer je het virus aan den lijve hebt moeten ondervinden. Ik ga langs bij iemand voor wie het een zeer spannende tijd is geweest. Iemand die het coronavirus in zeer ernstige vorm heeft gehad. Hoe is dat voor jullie zo? Als je toch ziet dat mensen denken, oh, het is maar een griepvirus. Het is echt geen griepvirus, nee. Het is wel veel meer dan dat, ja. Maar wij zijn geen carnavalsmensen, wij gaan nooit op vakantie en toch hebben we het ook gekregen. Is dat via de lucht gekomen of via, ja, dat is ook gissen. Mensen moeten dat echt niet onderschatten. Je ziet het maandag in een nieuwe aflevering van de coronabeschouwing vanaf 6 uur op RN7.